Hey, hallo kids. Ik zal mij even voorstellen. Mijn naam is kapitein Pudding. En ik kan in het Nederlands en in het Engels tellen. Wil jij dat ook graag leren? Ja! Oké, goed. Laten wij dan meteen beginnen bij het begin. En dat is natuurlijk het nummer 1. In het Nederlands spreek je het uit als 1. Maar in het Engels is het 1. Dus 1 is 1. Na het nummer 1 komt het nummer 2. 1, 2. In het Nederlands spreken we het uit als 2. Maar in het Engels is het 2. Dus 2 is 2. En na nummer 2 komt natuurlijk het nummer 3. 2, 3. In het Nederlands spreken we het uit als 3. Maar in het Engels is het 3. Dus 3 is 3. Dat lijkt wel eigenlijk een beetje op elkaar. Na nummer 3 komt nummer 4. In het Nederlands spreken we het uit als 4. Maar in het Engels is het 4. Dus 4 is 4. Na de 4 komt de 5. 4, 5. In het Nederlands spreek je het uit als 5. Maar in het Engels is het 5. Dus 5 is 5. Oké, let nu goed op. Ik ga nu tot 5 tellen in het Nederlands. Daarna in het Engels. En dan mogen jullie het een keer proberen. Zijn jullie er klaar voor? Oké. 1, 2, 3, 4, 5. En nu in het Engels. 1, 2, 3, 4, 5. Oké, en nu is het jullie beurt. Ik ben benieuwd. En nu in het Engels. 5 tellen in het Nederlands en in het Engels. De volgende keer gaan we tot 10 tellen. Nou, ik ga er weer vandoor. Goed blijven oefenen en dan zie ik jullie in het volgende filmpje. Tot later! Oh ja, word nu ook abonnee! Thank you.